rijden dat de Volvo. En ze zuster in reeks, en als ze achter de zaal van handen van de Paul Pieters horen een dependance van de Macintosh. Nou, dan wordt het super convex, dat is ook allemaal aan de grote. De twee grote pijlers van de Limburgse economie. En we willen dan als stijgenpartij die kleine middensteiner ook zijn aandacht geven. Als voorbeeld pakken we dan de loensende schoenpoetser. Dat is een man met een klein winkeltje met schoenmix en de zuil onder de schoen zet. En een loensende schoenpoetser is in het plat een... Een schelle wikse, inderdaad. En een loensende schoenpoetser. Godverdomme. Die zijn wel nog geen ding geweest, leuk hier. Enfin, een ode aan de loensende schoenpoetser. We doen dat als volgt. Kieken of nooit schoenten van de vuur, de emancipatie aan zware verbinders gegangen. Als die jongens het volgende doen, dan zeggen die... Na, na, na. Dit is Urkans. Girl Power is nog de Spice Girls, is daar de beetje squad gestorven. Maar nou, zwanigheid het zich weer in olievlek verspreiden. De merkjes, alle markten en meer markten van zwanen en omstreken, geef ik nu de kans. 1, 2, 3, 4. En dan weer ik aan de jongens een kans. 1, 2, 3, 4. Oh, ik hou de meter zo ver. Wat te winnen. Maar ja, we hebben wel verdiend jullie, want er is koppeltjes in gekomen. En jonge meertjes, als het even over gaat tegen de gang zitten, die in S.A. Bendix, dan zijn ze jong kwakker beneden. Dat kent ze wel. Mac!